deze altijd ervaren heeft, is niet haar verdienmodel. Ze is ervaringsdeskundige armoede. Dat is niet even. Ja, en dat ging hartstikke goed. Dus in de zo'n 3 jaar. Je dacht, ik heb eigenlijk baan. Ik heb eigenlijk baan gekregen. Toen heb je niet met geneeskundestudenten mee naar haar bij. Overvecht. De stereotype arts is spreek, omdat ze wel vaak het gezin is, zegt ze. Die ziet niet altijd wat armoede met gezondheid doet. Niet iedereen kan zich eigen bij na. Elk kind kan sporten, niet elk kind gaat met ontbijt naar school. En dat probleem is niet weg. Het gat van de armoede is zelfs dieper geworden. Dat is niet alleen maar een dieper aantal het gaat, die nog steeds een inkomen onder de grens hebben. Voor hen is de armoede situatie gemiddeld genomen wel iets verslechterd. Dat zien we vooral terug bij mensen met werk. Ja, dat is bijzonder schijnend, denk ik. Maar hè, je bent aan de slag. En toch is het inkomen niet voldoende. Vrijwilligerswerk doet ook nu nog steeds. Om de donderdag koopt ze Surinaams voor de buurt. Ik ben ook aan het geweest. Ik denk dat het is als je tijd geld hebt en hoe meer het kan zijn om een normale tafel te zetten. Een situatie waar toch nog altijd honderdduizenden Nederlanders in zitten. Dit soort nieuwe vapes is verboden, want er zitten smaakjes in en dat mag niet.